One eternity later. Sneaker freaks, what up? It's your boy Max. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Tanto Kicks. Het kanaal waar we het gaan hebben over de allernieuwste sneaker releases, mijn persoonlijke pickups en nog veel en veel meer. Let's go! What up y'all? Vandaag bij Tanto Kicks gaan we het hebben over mijn persoonlijke top 5 shoes die gaan uitkomen in 2021. Er zitten wat simpele colorways tussen en zeker ook wat bangers. Ze zullen allemaal wat heat hebben en zeker ook sommige ook super veel hype eraan vast hebben zitten. Dus laten we eigenlijk gelijk beginnen bij mijn nummer 5. Let's go! Op nummer 5 een hele simpele patta. Super clean colorway, super leuk voor de zomer. De Jordan 3 Ama Manier. Als ik het goed uitspreek, grote kans van niet. Maar het gaat om, blam, deze patta. Zoals ik al zei, een hele dope patta voor de zomer. Jullie weten dat ik een beetje van die vintage vibes hou. En deze schoen spreekt dat gewoon helemaal uit. Je ziet gewoon, het is quality leather. Het heeft die age feeling over de schoen heen. En daarom staat hij gewoon op mijn nummer 5 voor dit jaar. En ik kijk ontzettend uit naar deze patta. Meningen zullen waarschijnlijk heel erg verschillen om deze. En daarom gaan we gelijk over naar mijn nummer 4. Let's go! Op nummer 4 een schoen met zeker wat hype achter zich. Ik heb nog helemaal niks in mijn collectie van deze man. En dan heb ik het over de Jordan 6 Sand X Cactus Jack. Bam! Je weet het, de Travis Scott's gaan gigantisch hard. De dunkjes die ik nog steeds heel graag wil, zijn insane gegaan. De Travis 6 Olive zijn insane gegaan. Zelfs die React 270 zijn hard gegaan. Eerlijk gezegd vind ik de Olives, de eerste colorway van deze patta, vind ik harder. Maar de Sands is ook zeker niks mis mee. Ik heb nog geen Jordan 6. En Jordan 6 Cactus Jack is een mooie toevoeging aan mijn collectie persoonlijk. Ook deze schoen, wat lichter van schoen. Wat lichter van kleur. En ja man. Super dope patta, super clean, draag een leuke cargo eroverheen, easy to wear, super hyped. Ja man, gewoon een dope patta, de Travis Sixes, Sands. Laten we daarmee doorgaan naar mijn nummer 3. Op nummer 3, een off-white shoe. En niet zomaar een off-white shoe. Het is een Jordan 1. De Jordan 1 Highs Off-White Canaries. Bam! Deze patta is ook sowieso hyped. Gewoon hard. Ik weet, niet iedereen voelt deze patta omdat de patta geel is. Maar we hebben het gezien bij alle Jordan 1 Highs Off-White. Insane. De prijzen zijn insane. De resale is insane. Mensen moeten alleen al achter deze patta aangaan puur voor de resale. Resale skyrocket. Ik kan geen Jordan 1 of white bedenken die onder de 1000 euro wordt verkocht. Deadstock. Dus ja, daarom zeg ik zeker een kop naar mijn mening. En kijk ik heel erg uit naar deze L. Want dat is wat ik zal gaan pakken op elke raffle waar ik me zal inschrijven. Elke app waar ik me op zal inschrijven. Nike sneakers app. Je trekking uitslag is bekend. U bent niet geselecteerd. En dat vertellen ze mij dan 4 keer via e-mail op de app zelf. Waarschijnlijk ze bellen me zelfs van, Max, je bent niet geselecteerd. En zie ik de resale prijzen weer.
En dan hoef ik ze niet meer. Gewoon. Omdat we daar gewoon te skeer voor zijn. Ja? 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 Jordan 1 High Off-White Canaries zullen dan ook niet in mijn collecties komen te staan, ondanks dat ik ze graag zou willen. Tenzij iemand van bovenaf mij de blessings zal geven. Maar anders, een dikke L zal ik gaan pakken op deze patta. Over naar mijn nummer 2. De nummer 2 patta waar ik erg naar uitkijk dit jaar is ook een Off-White. Eerlijk gezegd is mijn hele top 3 een Off-White. Maar maakt niet uit. Een Off-White Dunk Low. Bam. De naam, geen flauw idee, is nog geen naam van deze schoen bekend. Of die überhaupt uitkomt, ook niet bekend. Maar mocht die uitkomen, dan ga ik er zeker voor. Het is me opgevallen, de Dunk Off-White zijn vorig jaar ook niet voor te veel in de resale gegaan. Dus, fingers crossed, deze ook niet. Anders zal ik deze patta's zeker gaan rocken. Een super clean colorway. White and silver. Off-White collaboration. Dope. Ik heb nog geen Dunk Off-White collaboration. Terwijl ik Off-White op zich een hard merk vind. Zeker in de collaborations met Nike. Ik vind eerlijk de Nike shoes harder dan de Off-White shoes zelf, van het brand zelf. En ja, nogmaals, Dunks zijn een van mijn favoriete silhouetten, dus ik moet er gewoon nog eentje hebben. En deze clean colorway voor in de zomer, we gaan kwijt. We gaan gewoon kwijt. Simpel. Wit t-shirtje, dope broek, deze patta's, een goede zonnebril of cap. En ze. Deze patta moet ik hebben. De Dunks Low Off-Whites. En laten we naar nummer 1 gaan. Op nummer 1. Ik denk, serieus. Mocht deze schoen uitkomen dit jaar. Easy breezy. Shoe of the year. Ik zeg het nu. De Jordan 4 Off-White Bred. Bam! Woe! Zoveel heat en zoveel hype op deze patta. It's insane. Ze hebben het heel slim aangepakt. Want de Bred Force, een van de meest iconic shoes in de sneaker game, were selling shelves a couple of years ago. Beetje op. En een Ablo twist erop en het gaat gek. Het gaat kwijt. Het gaat weg. Gaan los. De Jordan 4 Bred Off-White. Shoe of the year. Als deze patta uitkomt, shoe of the year. Dan toe kick zij het. Shoe of the year. No cap. Daarom kijk ik zo ontzettend veel uit naar deze patta. Ik moet hem hebben. Verder valt gewoon niks te zeggen over deze patta. Hij is gewoon super hard. Hij is gewoon hard. Daarom mijn nummer 1 voor dit jaar. Shoe of the year. Jordan 4 Off-White Breads. Easy. En daarom heb ik hier gewoon niks meer over te zeggen. Het enige wat ik nog kan zeggen is, je weet hoe we het zeggen hier bij Tanto Kicks. We out!